Koffie met de Koning. Take 13 of zo zou ik heel flauw kunnen zeggen. 0-13 thuis tegen Ajax. Au, doet pijn. Voordeel, dinsdagavond, kans voor revanche. VV Den Bosch. Daarover en natuurlijk ook over die nederlaag gaan we het hebben in Koffie met de Koning, aflevering 3. Aflevering 3, Koffie met de Koning. Er zijn wel 13 onderwerpen waar we het over kunnen hebben, maar we gaan natuurlijk beginnen met de afgelopen wedstrijd. Hans, hoe ben jij zondagochtend wakker geworden? Vroeg. Heb je wel geslapen? Jawel. Want op een gegeven moment ben je moe van denken. En uiteindelijk moet je weer door, hè, met z'n allen. Uurtje extra ook nog? Ja, dus dan die heb ik al eerder verzet dan 3 uur. Want ik denk dan pak ik nog wat wedstrijdjes mee die dan ook nog gespeeld worden waar je naar zit te kijken. Maar ja. Uiteindelijk maal het dan s'nachts door je kop heen. Maar oké, jongens, we hebben gezegd, het is heel erg voor iedereen en iedereen die de club lief is. Dan wil je eigenlijk niet meemaken. Maar we hebben de jongens gelaten in wat ze waren de zondag. Hè. Ook ieder op zijn manier het laten verwerken. Ons eigen programma gedaan wat we normaal doen. En vandaag er even op teruggekomen. En dat uiteindelijk conclusie is dat het eenmalig iets is. Ja. Het gebeurt denk ik over 40 jaar misschien weer een keer. Maar dat je wel de draad op moet pakken. En dat is de positieve dingen eruit halen. Niet van die wedstrijd, want die hebben we wel zo goed als begraven. Beton eroverheen. En de wedstrijden die we gespeeld hebben hiervoor, hè, hebben gewoon goede resultaten gehad. Ja, dat dus, is ook gewoon VVV. Ja. Er is er al veel over gezegd en iedereen vindt er wat van. En je hebt het kamp wat zegt, dit kan niet en dit is geen profvoetbal. En je hebt het kamp wat zegt, ja, Ajax, de begroting is 15 keer zo groot, dus het had eigenlijk 15-0 moeten worden. Ja, ligt maar de waarheid ergens in het midden? Het is heel simpel. Wij hadden ook met z'n allen de voorbereiding gehad dat we met een goede motivatie, met een goede opstelling. Ja, en dan zie je dat je al heel snel achterkomt. En normaliter, en dat is dat je dan lekker thuis speelt tegen Ajax, dat dan het publiek achter je zit. Nou, en dat was het dan niet, dat ze je net even over dat dode punt kunnen helpen. Ja, en dat is dan best wel lastig. Hè? Maar of de begroting veel hoger is, ja, dan is het eigenlijk logischerwijs. Maar dan mag de uitslag niet zo hoog zijn, dat weten we met z'n allen. Als je zegt, normaal heb je volgende week een kans. Wij hebben zaterdag gespeeld en mogen dinsdagavond alweer. Is dat dan een voordeel dat je zo snel weer mag laten zien? Hè, noem de woorden maar incident. En is het prettig dat je dinsdagavond al tegen Den Bosch mag? Jawel, want de aankomende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Hè, en dat is tegen Den Bosch zo. En de druk zal normaal wat hoger zijn na die nederlaag als anders. Maar oké, het is fijn. Waarom? Omdat anders loop je een hele week tegen de wedstrijd naar Groningen toe loop je aan te hikken. En nou kan je morgen met z'n allen weer een goede revanche pakken met een gretige groep. Ja. We hebben lekker getraind met veel plezier weer, dat het weer op voetbal gaat lijken. En we gaan er morgen weer volle bak tegenaan. En dan mag je tegen Den Bosch. Je zegt zelf, anders zit je een week lang tegen die wedstrijd van Groningen, de eerstvolgende competitiewedstrijd aan te hekken. Is het dan ook een voordeel? En ik denk als je net met 13-0 verloren hebt, is geen één tegenstander makkelijk. Maar is het dan fijn dat je tegen de nummer 15 van de Jupiler speelt? Helemaal niet. Want je moet echt aan de gang. Allemaal 100% concentratie hebben, 100% bij de les zijn. Want Den Bosch komt hier, die hebben niks te verliezen. Die hebben zo van ook, die zeggen van nou, die zullen wel vertrouwen hebben als een zwangere tuinslang of zo. Ja. Dus uiteindelijk moet je echt allemaal goed zijn. En totaal geen onderschatting, want dat zou zeer naïef zijn. De eerste wedstrijd is resultaatgericht. Dood en begraven, beton eroverheen. Dat gaat gelukkig over de wedstrijd, maar niet over VVV. Op naar de bekerwedstrijd. Op naar VVV Den Bosch in Covemo Stadion De Koel. Dit was Koffie met de Koning.